Hey, welkom terug bij Shiloh Stamping van Marion Kuipers. En ik ga jullie laten zien hoe bijzonder eigenlijk deze hele mooie Flowers for Every Season of de bloementuincollectie, de zonnebloementuincollectie, bloemen voor iedere dag of bloementuin. Nu ben ik het even kwijt hoe die ook weer heten. In ieder geval, ze bevatten bloemen, zonnebloemen. En ik hou van zonnebloemen. Ik heb ze gezaaid, dus ze zijn al aan het ongeveer zo hoog. Dus ze gaan nu langzaam naar buiten toe. Maar ik ga jullie laten zien wat erin zit. In ieder geval is de stempelset van de zonnebloemen Nederlandstalig. Ik hoop dat hij niet te veel schittert. Prachtige zonnebloemen om ook in te kleuren. Dit wordt echt voor de Stamping Blends Club die in september gaat beginnen. Daar gaan we deze zeker bij gebruiken. Een boeketje bedankt. Ik hou van jou. Dit verdient een bloemetje. En je bent een geweldig mens, dat je het maar even weet. Dit is de eerste stempelset. Er zit nog een stempelset bij, daar kom ik zo op terug. Bij deze eerste stempelset zitten ook deze mooie dies. En deze dies, die heet ook Celebrate Sunflowers. Zo heet het de bindel. Je ziet ook het mooie hart van de zonnebloem, echt hoe je een zonnebloem uitstanst. Ik heb hem nog niet gebruikt. Dat komt nog. Maar ook de blaadjes, kleinere delen van de bloemen. Je kunt de bloem zo gedetailleerd maken. Erg mooi. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien op deze manier. Die hoort dus bij deze mooie zonnebloemenset. Deze zonnebloemen zijn rood rubber, zoals je ziet. Heerlijk om mee te stempelen. Alleen al even de geur opruiken wat uit het doosje komt. Van Stamping Up. Echt heel mooi met Nederlandse teksten. Ik verheug me enorm. Ik kan niet wachten om te beginnen, maar goed, ik heb nog andere projecten liggen. Dus dat is het eerste deel. Het volgende deel is de prachtige Jar of Flowers. Dat zijn een potje. Ja, eigenlijk gewoon een pot. Dekseltje er ook bij. En kijk, er zit dus ook een hele mooie stans bij. Die precies deze stempels, en dit zijn clear stamps. En dat maakt het handiger om te plaatsen. Kijk, ze kunnen ook in de doos nu zo bevestigd worden. Zonder dat je met het plastic te maken hebt. Ik hou er altijd een plasticje tussen. Ik kan het wel even laten zien. Is misschien wel zo makkelijk. Je haalt aan één kant het plastic ervan af. Haalt voorzichtig de stempel de eerste keer. Dan is dat altijd even wat strakker. En ik plak hem perfect hier in het doosje. Het voordeel hiervan is gewoon dat als je op deze manier werkt, dat je altijd ziet of al je stempels compleet zijn. En zeker met kleurstamps die altijd de kleur opnemen van waar ze op liggen, is dat toch wel heel praktisch. Dus zoals je ziet, ook aan deze kant kan dat. Dit zijn echt mooie stempels. Mooi om in te kleuren, diverse technieken te gebruiken of ze uit papier te halen. Ik vind dit een feestje om mee aan de slag te gaan. Daar zit dus ook deze mooie stans bij. Die je zo handig kan opbergen omdat die glad is en ze kunt stapelen. Maar hetzelfde wat erbij zit, in datzelfde pakket, zit in zo'n klein, heel klein schattig doosje. Je zou het al bijna in een kinderkeukentje kunnen gebruiken. En daar zitten deze kleine shakerdooms bij. En het mooie daarvan is dat er zit aan twee kanten dus plastic of lijm. Dus als je dat uit kartstok hebt gestanst, kun je dat erin schuiven. Laat eens kijken of ik een stukje kartstok heb. Ik heb nog wel een stukje kartstok. Kijk, ik heb een restje kartstok gevonden. Hij is nog een beetje stug in het begin. Maar kijk, als je dit uitstanst, snijd twee kanten op, dan heb je dus niet alleen een leuk vaasje om te gebruiken, maar je hebt ook de uitgestanste vorm. En in die uitgestanste vorm past dus precies zo'n shakerdoom. En als je eerst beschermlaagje weghaalt, dan kan dat erin plakken. Dan kun je hem eventueel vullen of andersom, net wat je zelf prettig vindt. De technieken zijn een beetje verschillend hierin. En dan kan de andere kant erop. En dan heb je dus een hele leuke shakerdoom. Die je dan ook nog, zoals die hier ligt. En dan kun je hem vullen met deze ontzettend lieve kleine. Zoek, want volgens mij zit er altijd een plakkertje op. Niet meer nu.
Even moeilijk doen hoor. Kijk, kan ik het jullie laten zien. Daar zitten dus hele leuke schutkraaltjes bij. Dus als je dat dan in zo'n doom doet. Ze glitteren, ze glanzen alsof er echt water in zit met wat gekleurde steentjes. Die horen dus ook bij deze kit. En dan krijg je dus echt zo'n hele mooie kaart. En je kunt dat met al deze bloemen doen. Zonnebloemen, rozen, alle soorten boeketten kunnen we gaan maken in vaas. En ik heb nog een heel leuk idee wat je daar ook mee kunt doen. Maar dat is voor later. Wat ook bij hoort is een set met een heel mooi lint. Ik ben weg van ruitjeslint. Kijk dan. In dat hele mooie zachte groen. Er zit ook de kleuren die trouwens in deze collectie zitten. Die zijn allemaal ook de nieuwe in colors. Dus het Just Jade, Misty Moonlight. En dit is dan een heel mooi wit lint. En wit lint kun je zelf kleur geven. Dat kun je echt alle kleuren geven die je wil. Helaas nog geen inkollers erbij. De inkten. Maar dat komt nog. Wat erbij zit. In het pakket wat straks in de catalogus staat. Staan ook de stamping blends zitten dan in het pakket. Die zitten bij ons nu nog niet in het pakket. In plaats daarvan hebben wij dus kaarten. Ik ga hem wat verder openmaken. Is makkelijker. Kaarten. Dan moet ik even naar kijken. Met binnenkanten van de envelop. Allemaal mooi in de in color kleuren. Zie je? Bumblebee. Cinnamon Cider. Nog een keer Bumblebee. Just Jade. En Magenta Madness. Ik ben helemaal weg van de kleurtjes. Echt helemaal weg van de kleurtjes. Het is erg mooi. Daar zitten er dus, dat staat ook op de achterkant van het papiertje, van het plasticje, zie je? 10 kaarten en 10 enveloppen. En deze zijn ook al in de nieuwe kleuren, dus je hebt meteen een hele mooie basis om al gelijk kaarten mee te kunnen maken. 2 van ieder. Al voorgereeld. Dus je kunt echt hele mooie kaarten maken. Dit is dus het kaartpakket. Wat erbij zit. En dan heb je ook van het Memories and More. Daar kun je in die mooie kleine albums. Kun je dus ook. Ik had hem al een beetje open gemaakt. Verder openen. Hier heb je dus hele mooie kaartjes bij. Zijn er bijna te veel om te laten zien. Kijk. Dubbelzijdig. Dus er zit ook voor kerst in. Hè? Het is dus een hele multifunctioneel geheel. Deze met grote rozen. En met mooi groen. Ik vind de Memories and More ook altijd erg leuk te gebruiken. Die zijn ook hier weer mooi in te gebruiken. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar dit past dus ook perfect allemaal in die kaarten. Daarom is het zo leuk dat het allemaal op elkaar afgestemd is. Mooie gele bloemen. De voorkant met rozen en de poppies. You inspire me. Nou, en zo zit er dus echt ook van de kerst al in. Feeling festive, dus dat je je feestelijk voelt. Of deze aan de achterkant. Echt, ik vind het een feestje. Ik ben echt... Embrace Today. Ik heb hem ondersteboven, binnenstebuiten. Dus we draaien hem om. Embrace Today. Nou, en dan nog veel meer mooie. Voordat ik veel te lang bezig ben en jullie altijd al zat worden. Baby, it's cold outside. Kijk dan hoe leuk. Kun je nog uitknippen desnoods om te gebruiken. En er zitten ook die grotere kaarten bij. Die ook heel mooi passen in het Memories and More boek. Maar ook gewoon om kaarten mee te maken. Prachtige designs. Ook de achterkant altijd. Mooie teksten erop. Love. Heb ik hem weer ondersteboven. Ben ik goed in hoor vandaag. Mooi blauw. Achterkant weer van dat mooie cinnamon cider. Moet je zien hoe mooi dat bij dat blauw past. Word toch helemaal verliefd op. Dit is dan met een klein... vlekje erin, in het cinnamon cider.
Dit is de achterkant. Kun je dus op verschillende manieren gebruiken. Dus dat is heel mooi. En het zijn hele mooie stickers. Dikke, dikke echt karton stickers. Waar je ook met de bloemen dus mee kunt opbouwen. Ik heb dit zelf ook al gebruikt. Ik ben maar dan van de Magnolia Lane gebruikt. In een heritage album voor mijn moeder. Wat ik aan het maken ben. Misschien. En je kunt eigenlijk in die mooie open vakken. Hier zijn weer hele mooie teksten. Kijk dan. Dat is echt mooi. Dat beautiful. Zie je ook van dat dikke cardstock wat er dan weer uitgaat. Wat je ook weer kunt gebruiken. Alles mixt en matcht met elkaar. En dat is gewoon zeker, ook al ben je een beginner, nog zo'n mooie tekst allemaal erbij, is dit gewoon ontzettend mooi. Zie je? Winter wishes. Of de mooie blauwe kant. Dit is dus echt een pakket waarvan je zegt, van nou, hier kun je zo ongelooflijk veel mee. En dat vind ik het leuke van zo'n hele suite, als je die bestelt. Ik heb het al eerder gedaan met Magnolia Lane. Ook met de Orne de Siertuincollectie. Het is me erg goed bevallen. Dit is het papier. Ik zal hier iets meer vaart in maken. Misschien juist niet. Misschien denk je nu, ja. Oh, het ruikt allemaal zo nieuw. Kijk. Prachtig groen in het Just Jade. Met een klein motiefje erop. De achterkant is mooi blauw bloemmotief. Zoals je ziet komt dat ook weer terug in die kaarten. Dat past zo mooi bij elkaar. Andere kleur is een leuk streepje voor mannenkaarten. Andere kant is kerststerren. Deze kant is een soort van kerstgroen of herfstgroenachtig. Maar weer met dat mooie blauw komt weer terug. Dat is het mooie. Alles coördineert zo mooi met elkaar. Stipjes en tulpjes, voorjaarsbloemen. We kunnen hier echt ongelooflijk veel mee maken. Zie je al de doosjes en de kaarten zie ik al helemaal vormen. Mooie kleur. Magenta Madness met Just Jade en Bumblebee. Ik vind de namen ook alleen al zo gaaf. Kijk eens hoe mooi. Poppies in het geel. Streepjes met zuurstokken. Mooi groen blad. Met de knalroze rozen. Hele mooie zachtgele rozen in de Bumblebee. Met kleinere motieven van bloemen. Mooi geel. Motiefje met de achterkant weer knal. Dus voor ieder zit er echt wat in. Mooie zonnebloempapier met zonnebloemen. Ik ben zo aan het genieten. En dan hebben we hier Cinema Cider met een mooie achterkant margrietachtige bloemen. En dit is de voorkant met de zonnebloemen. En de mooie stipjes aan de achterkant. Alles bij elkaar is dit een hele mooie suite waar je echt eindeloos veel plezier mee kan hebben. En heel veel mee kan maken. En ik kijk ernaar uit om echt heel veel projecten voor jullie te gaan maken hiermee. En jullie te inspireren. Ook in de live stempelen. Ook in de Facebook. In de Van Schets tot Kaart. Stempels, dies, lint, alles bij elkaar. Als je mijn poosje niet hoort, dan weet je wat ik aan het doen ben. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het een idee geeft van hoe deze suite er mooi uitziet. En wie weet kijk je nog naar een van mijn andere filmpjes. Naar een van de andere suites die er zijn. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.